Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 2 hier in China. Heb je aflevering 1 in Bahrein gemist, dan zou ik die eerst even terugkijken voordat je dit kunt zien. Was best wel een goede wedstrijd, maar ik ga verder geen spoiler meer vertellen. En ben je nieuw op mijn kanaal en meer wekelijkse afleveringen van F1 2020 My Team Career Mode zien? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook gelijk een belletje op alles aan, zodat jij geen enkele video meer van me mist. We gaan nu lekker doen met de kwalificatie. Nou, hier zijn we dan bij de kwalificatie voor de grote prijs van China, ronde nummer 2 dus. En ik verwacht hier toch gewoon een droge kwalificatie te doen. We komen hier over start-finish, DRS dus beschikbaar gesteld en we gaan onze eerste run in Q1 in. Kijken of we misschien beter kunnen doen dan in Bahrein. Daar vertrokken we vanaf P19 volgens mij. Of P18, ik weet het al niet meer. Maar ik heb nu gewoon, de AI staat gewoon op 90. Maar ik heb voor een downforce setup gekozen. Dus wij zijn heel langzaam in de bochten, maar bloedsnel in de bochten. En ik denk dat ik ook gewoon zo het hele seizoen ga rijden. Het levert een P3 op in Q1. Q2 dan inmiddels. Het is wat bewolkt te gaan worden. En ik ben benieuwd of er misschien regen valt in Q3. Naar verwachting blijft het droog. Kom aan, bij de eerste bocht nemen we gewoon goed zoals altijd. En dat komt nu ook omdat ik gewoon voor een downforce setup heb gekozen. Dus dat belooft nog wat. Komen we aan bij de laatste chicane. Hier wat te wijd. Track limits waarschuwing, maar het is een P8 in Q2. Is dat voldoende op dit moment? Nee, dat is niet voldoende. P15 is het op dit moment. En dus wordt dit een alles of niets rondje. Gaan wij door naar die Q3 of blijven wij steken op P15? Ik hoop toch echt het eerste en niet het laatste, maar je weet het maar nooit. Heel veel jongens zijn gewoon binnen. Volgens mij is een Alfa Romeo gewoon nog op de baan, een Ferrari, twee Alfa Tauris en een Racing Point. En een Renault, zeg ik dat goed? Dat zeg ik goed, ja. De vlag hangt hier in China en wij springen naar een P9. Door naar Q3 voor de allereerste keer hier in de My Team Career Mode. Momentje overstuur op de exit bij die curbstones. Dat heeft ons wat tijd gekost met het ingaan van onze eerste run in Q3. Dus we moeten nu gewoon kijken waar we dadelijk staan eigenlijk. En dan is het die tweede run maken. Kijken of we ons kunnen verbeteren. Geen regen verwacht, dus dat is heel erg goed. Dan komen we aan bij de laatste bocht over start finish. Het is een P7. Mooi. Dat is inmiddels een P10 geworden. Dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten. En we hebben Carlos Sainz achter ons. Benieuwd of hij ons dwars kan bomen, ik hoop van niet. Eerste bocht nemen we beter dan onze eerste run in Q3. Paaltje meegenomen. Groen in sector 1, groen in sector 2. Dat levert ons een P8 op. Mooi. Goed resultaat van P10 naar P8 in Q3. With qualifying finished, it's time to remind op 2,2 seconden van Hamilton, maar dat boeit helemaal niet. Nou, prima kwalificatie. We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you join us. De teamacclaim met mezelf en Louis Deletras. Deletras level 4, onszelf level 3 en het team klimt richting level 5. Goed om te zien. All right. I think we can call that a successful qualifying.
Nou, en dan gaan we ons opmaken voor de tweede aflevering van My Team Career Mode hier in China. It's time to find out which driver is up to the task of claiming the Chinese Grand Prix. We're here in Shanghai. Shanghai International Circuit then, a 16-corner high-speed thrill ride. The long and ever-tightening right-hander at turns 1 and 2 tests a driver's patience, and the flat, open to the element's location, tests their skill in a crosswind. Two DRS zones will assist passing, and overtaking is available into turn 1, and of course down the kilometre-long back straight into the hairpin at turn 14. And with me, as usual, is Anthony Davidson. Now, I want to ask you about Lewis Hamilton. That was a great win at the last race. Can they keep that momentum going this weekend? There are never any guarantees in this business, but certainly the performance last time out would have boosted their confidence coming into this one. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Vettel, Leclerc, Alexander Albon, and Perez, Sainz, the rookie, Stroll, and Lando Norris, Ricciardo, Gasly, Max Verstappen, and Kvyat, Ocon, Raikkonen, Antonio Giovinazzi, and Kevin Magnussen, Grosjean, Russell, Latifi, and Louis Delatraz. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Nou, we moeten de momentum meenemen, zegt Jeff, bij deze wedstrijd. Soft, medium, medium. Dat is dus de strategie voor deze wedstrijd. 28 ronden lang. Eigenlijk gewoon pushen. En in China zijn we altijd sterk. Dus ja, we gaan het gewoon zien voor Career aflevering 2 hier in China. Als de lampen zometeen uitgaan voor de grote prijs. We nemen wat extra fuel mee. En dan gaan we gewoon beginnen. We gaan dus beginnen voor de tweede aflevering van F1 2020 My Team Career Mode. We starten vanaf P8 en we zijn onderweg en de lampen zijn al heel snel uit. En daar hadden we niet op gerekend. Onze Stroll zit al gelijk aan onze buitenkant. Kunnen we hem hier laten inremmen? Jazeker kunnen we dat. We raken Stroll ook eventjes. Albon en Sainz zitten te knokken. Wij kijken naar de buitenkant van die twee. Lukt dat? Lukt dat? Jazeker lukt dat. Ik was even te vroeg met het spreken van het woord zeker. Albon kan niet terugkomen en P6 is van ons een prima openingsbegin van de openingsronde in China. Vettel heeft Perez al te gaas genomen en de vraag is wanneer wij Sergio Perez dan ook kunnen passeren. Het is daar geel in sector 2, maar iedereen kan weer door. Mooi om te zien. We rijden wel naar de Mexicaan toe. Dat komt omdat we gewoon met een extreme downforce setting rijden, maar we verliezen gewoon veel op het rechte stuk. Dat is gewoon een feit. Ik denk dat Alexander Albon zometeen het weer terugpakt. De vraag is wanneer. En hier hebben we het gewoon lastig. We rijden op de curbstones, verliezen wat tijd naar Sergio Perez. Mijn linker voorwand heeft het zwaar met de temperatuur in die band zelf. We gooien onze overtakeknop aan. En Albon kan nog niet een aanval wagen. Zit nog te ver weg. Wij ook voor Sergio Perez. We kunnen wel naar hem toe rijden. Maar een prima openingsronde hier in China. Hamilton zet de snelste race onder met een 1.37.5. Ronde nummer 2 inmiddels. En we gaan richting onze pitwindow. Dan gaan we naar de medium band. Daar zit dan Albon in mijn DRS, sorry, niet in mijn DRS, maar heeft gewoon meer snelheid. En is er nog niet voorbij. Ik denk nu wel, ja, we maken een foutje. Albon is er voorbij en Sainz raakt onze sidepod. Wij laten hier niet leven. Duwen hem gewoon naar buiten en Stroll raakt Sainz. Carlos Sainz dus naar binnen voor een nieuwe neus. DRS beschikbaar. Dus we kunnen zometeen naar Albon toe rijden, denk ik. Laat het hopen in ieder geval. P7 op dit moment. Goeie wedstrijd tot nu toe.
De banden zijn er wel wat ja, slechter aan toe. Ronde nummer 5 inmiddels. En ik duik naar binnen voor een setje medium banden. Wie duikt er allemaal mee? Vettel naar binnen. Zijn wij dan de enigste dan? Nee, want Norris duikt ook naar binnen. Een Haas duikt ook naar binnen. Grosjean is dat. Een langzame pitstop hoor, 3,2. In Bahrein was hij sneller. Toen hadden we een pitstop van 2 seconden. Nog één stop te gaan in onze strategie, zegt Jeff. En dat betekent dat er zometeen gewoon, ik denk een ronde of 20 later, als we in ronde nummer 20 zijn, dat we dan naar de medium band gaan. We komen gewoon op P18 terug de baan op. Dus dat is wel wat jammer. Maar we kunnen die auto's voor ons gewoon denk ik makkelijk in gaan halen. En dit is zometeen naar Louis de Letras rijden. Trouwens, het is inmiddels Sergio Perez geworden. Geen Louis de Letras, maar Perez. Voor P17 in de wedstrijd. En daarvoor rijdt dus Louis. Die gaat hier Perez ophouden. En dat is uitstekend werk van mijn teammaat. Want daardoor kunnen wij naar Perez toe rijden. En kunnen we misschien zometeen een aanval wagen bij de Mexicaan. Rood in sector 1. 39.000 van een seconde langzamer. Oh, de Letras heeft een momentje. Dat ziet Sergio Perez. En dat zie ik ook. Maar de Letras verdedigt uitstekend hier. Houdt Perez gewoon op. We kunnen hier al een aanval wagen. Doen we ook bij Perez. Aan de buitenkant. Prima, de naaste set. Kunnen we ook gelijk Louis pakken. Maar Louis geeft daar ons geen ruimte. Wij spinnen. Wij spinnen hier. En dat betekent dat we helemaal opnieuw moeten beginnen. Een teamfout hier in China. Dat is flink balen. En dus moeten we gewoon helemaal overnieuw beginnen. Wat ja, jammer is. We hebben ook een voorvleugelschade, zie ik. We moeten dus nog een keer naar binnen voor een nieuwe neus. De vraag is wanneer. Maar dit is wel jammer. Ik kwam wel van ver, maar ik had ook verwacht dat Louis ruimte liet voor mij. Nou, dat deed hij dus niet. En ook aan mijn kant, ja, ik kwam gewoon van ver. Dus het is eigenlijk beide onze schuld. Dus moeten we nu 5,7 seconden goed zien te maken naar Lando Norris. Die daarvan heeft geprofiteerd. Perez nu naar P20. En Carlos Sainz zit nu achter ons. Ronde nummer 11 inmiddels. Nog 17 ronden te gaan. En ik merk gewoon dat we last hebben van die kapotte neus. Sainz zit daar aan die buitenkant. Moet nog even wachten. Want we duwen hem naar buiten. Volgens mij rijdt een Mercedes in niemandsland. Is dat Lewis Hamilton die daar rijdt? Weet ik niet zeker. Maar die heeft een hele grote voorsprong op een Racing Point. En Sainz ja, valt ons aan en is er voorbij. Alhoewel, hij rent wat later dan normaal. Hij moest daar even inhouden. P18 nog steeds van ons. Dan gaan we zo meteen ronde nummer 12 in. Ik ben benieuwd wat de Letras zo meteen doet. Die rijdt voor ons op de medium band. Even voor de mensen die nieuw zijn op mijn kanaal. Ja, vond je de video leuk? Graag liken. Dat zou me echt enorm helpen. En abonneer natuurlijk. Abonneer voor meer. Dat zou heel vet zijn. Jullie kunnen hier ook gewoon zien dat wij gewoon last hebben van die voorvleugelschade. Want ja, die snelle knik naar rechts kunnen we gewoon niet nemen. En Sainz kijkt hier naar de buitenkant.
Ah, wij remmen hier weer laat. Ah, lukt dat? Sainz, dat lukt helaas niet. Onszelf dus nog steeds naar P16. Terwijl Deletras binnen is. Ronde nummer 14. We zitten op de helft. En we gaan de pitwindow bereiken. En dat betekent dat we dus naar de medium band gaan. Volg me trouwens ook even op de sociale media. Mijn gebruiksnaam staat in de beschrijving. Het zou leuk zijn als je me volgde. Voor updates van mijn video's en wat er allemaal aan kan komen de komende weken natuurlijk. Op mijn YouTube kanaal. Ik geef er ook aan dat we naar de medium band willen gaan. En wanneer gaan wij naar binnen? Dat is de vraag. En van de banden zien er alles goed uit, zegt Jeff. Terwijl Sainz hier naar de buitenkant kijkt, is er denk ik nu ook gewoon voorbij. En we gaan gewoon naar binnen. Nou, alhoewel Sainz remt daar gewoon veel te laat. Oh, dat gaat niet goed. Nee, dat gaat niet goed. Sainz stikt ons daar aan. Het kan van kwaad tot erger. Oh shit, Jezus Christus. Kevin Magnussen hebben we geraakt. De safety car is op de baan. We krijgen een 5 seconden tijdstraf vanwege die schade. Sorry Kevin, dat was niet mijn bedoeling. Excusee. En we gaan dus ook naar binnen voor een nieuwe neus. Hoop ik dan. Want ik weet niet of ik dat heb aangegeven aan mijn team. Magnussen dus uitgevallen. En verdomme. We moeten eerst 5 seconden wachten. Nu mogen ze gaan. En ik heb niet ingesteld dat we voor een nieuwe neus gaan. Shit. Oh shit, dat was niet de bedoeling. Dus we moeten nog een keer naar binnen. Ja, eigenlijk wel. Fuck. Het kan dus echt inderdaad van kwaad tot erger. We moeten gewoon de pace gaan aanhouden die de safety car heeft. Na 2 uitvallers, Magnussen en Verstappen. We moeten dus gewoon nog een keer naar binnen. En dit keer ga ik gewoon voor de softbanden. Ik dump die mediums, want ik heb er toch niks aan als er nog 1600, sorry. Als er nog ronde of 9 te gaan zijn ongeveer. Geen 16, maar ronde of 9 dus. Nou, hier zijn we dan terug van weg geweest. Bij de pitbox alweer. Voor een nieuwe neus. Ja, dat is het eigenlijk. Nou, kom op jongens, kom op. Tempo. Dat heeft gewoon 10 seconden geduurd bijna. 9,7. Pijnlijk. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. En kijk eens naar de safety car, die is gewoon bijna bij start finish. Dus we moeten nu gewoon een hele ronde goed zien te maken. Oh god, jongens toch. Ik ben benieuwd of wij nog überhaupt vooruit kunnen komen. Maar je weet het maar nooit. Punten gaan wij denk ik niet halen hier. Dat is sowieso al een feit. Maar we kunnen gewoon knokken voor een P18, een P17, ik noem maar wat. Maar eerst Deletras zien. Te bijhouden eigenlijk, want kijk. De safety car is al bijna bij einde sector 2. Sector 1. En wij zijn nu al bijna bij einde sector 2. Snap jullie wat ik bedoel? Het gat is heel groot naar de safety car, dus dat duurt gewoon echt een paar ronden tijd hoor. Sowieso, ik denk een ronde of 18. Ah, kijk, ronde of 18. Zeg ik nou, een ronde of 18 in rondje nummer 18. Zeg ik nou weer. Excusee, in rondje nummer 18, niet een ronde of 18. En de safety car duikt naar binnen. En we zijn gelukkig aangesloten bij Louis Deletras, die naar de harde band is gegaan. En ik weet trouwens ook niet zeker of deze banden het gaan volhouden. Kijk eens. Al 38-39% is de bandenslijtage. En er zijn nog 10 rondes te gaan. Dus ik ben heel benieuwd of dat iets gaat worden. Maar goed, de safety car duikt dus naar binnen. Is nu de pitlane in. Lewis Hamilton leidt nu de wedstrijd. Hij mag ook het tempo gaan bepalen.
En wij moeten gewoon geduldig afwachten. We kijken even wel bij Louis de Letras. En Hamilton gaat hier op de gas. Bij start-finish is nu bij bocht nummer 1. En wij zijn nu bij het DRS-gedeelte. Het valt hier al gelijk de Letras aan, terwijl de pitwindow open is. Dat gaan we dus niet doen. Ah, de Letras verdedigt sterk. Hier aan de binnenkant. Jazeker. Goed gedaan. P20. Let's go. nee, maar even serieus. Terwijl we hier een klein foutje maken. De Letras kan niet terugkomen. Maar even serieus. Het was gewoon... op dit moment is het gewoon een tommelaar van een wedstrijd. Een knotsgekke wedstrijd. Maar ja. Met een aantal blunders van mijzelf. Botsing met de Letras. Volgens mij Russell die ons daar geen ruimte liet. We hebben nu trouwens Nicolas Latifi hier voor ons. Latifi. Ah, dat gaat niet goed. Ik was daar iets te vroeg met het zeggen dat Russell daar ons geen ruimte liet. Het is dus Nicolas Latifi die daar ons geen ruimte liet. Oh jongens. Jongens. Wat is dit nou weer voor een wedstrijd? P21. Met nog 9 rondes te gaan in de wedstrijd. Hamilton. Is het een 1.36.1 neer. Waar was ik? Oh ja, een knotsgekke wedstrijd. Touché met... Kijk, ik zit steeds met Antoine Hubert in mijn kop, maar het is Louis de Letras. Een pitstop die verkeerd uitliep, omdat we geen nieuwe neus hadden. Daardoor moesten we nog een keer naar binnen. En nu deze touché met... was dat Russell of Latifi? Dat is Latifi, terwijl Verstappen uit is gevallen. Safety car op de baan. En wij duiken dus niet naar binnen. Denk ik, of wel. Ik weet niet of het slim is. Weet je wat, we gaan gewoon naar binnen. Ja. Rustig aan, Jeff. Hoeveel pitstops hebben we nu al gehad? Een stuk of 4? Denk ik. Best wel veel. We zijn naar P18. En dan komen we terug op P20, denk ik. Naar de medium band. 2,9. Goed zo. Goed gedaan. Er zijn nog 6 rondes te gaan in de wedstrijd. Dus dit belooft nog wat op een verse set mediums. Nog even een aantal man overteken voor een punt. Dat gaat hem dus niet worden. Sowieso niet. We moeten gewoon het beste van zien te maken. Ja... Ik baal er eigenlijk wel van, want we vertrokken gewoon nog vanaf P8 en we zijn nu op P20. Dat is wel pijnlijk, heel erg pijnlijk. Maar ja, deze dingen kunnen gewoon gebeuren. Van hero naar zero is het, zoals Robert Doornbos dat altijd zegt. Maar de mediums zijn wel nieuw. Ah, goed om te zien. Daar hebben we dan Carlos Sainz voor ons. Wanneer gaat de safety car naar binnen? We kijken wel bij de Spanjaard om wat tempo te opvoeren. In ronde nummer 23. De safety car gaat weer naar binnen. En wij zijn nog lekker banden aan het opwarmen. Goed om te zien dat dat zo gebeurt eigenlijk. Want als ze met koude banden aankomen... Dan zijn we sowieso de pineut, wat niet de bedoeling is. Nou, het veld rijdt hier wel heel erg langzaam. Wanneer gaat Doe Hamilton op zijn gas? Ik denk gewoon weer bij start-finish. De safety car duikt nu de pitstraat in. We zitten te kijken bij Carlos Sainz. En Hamilton gaat weer op zijn gas. Dat komt voor elkaar. Jeff, overtake nog ingeschakeld. In ronde nummer 24 alweer. Nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd. Wanneer kunnen we Sainz aanvallen? Het gaat hier nog niet. En de Letras houdt Stroll op. Wow, dat is wel erg langzaam hoe Louis daar rijdt. Geen schade aan de voorvleugel, gelukkig, want we gaven Sainz een lichte touché. Aan de binnenkant gezet. Goed om te zien. Stroll is de volgende. Die naar P18 is gegaan. Dan komen we hier weer bij dezelfde situatie. Dat de Letras langzaam rijdt. Dat wij Stroll hier misschien kunnen aanvallen aan de buitenkant.
Nee, we wachten nog even af. We zijn geduldig op dit moment. We hebben geleerd van onze fouten. En zo moet het ook. Science kan hier ons gewoon weer terug aanvallen, hè? Wij hebben wel de verse set banden van het veld tot nu toe. Stroll zit daar te slapen. Wij kunnen hier naar de binnenkant kijken, maar... Wat een momentje overstuur. En Stroll is hier dit keer wel gezien. De leider was ook al gelijk meegepakt. En Stroll gaat met ons mee. In de vaart der volkeren gaat hij mee. Latifi is de volgende. Nou, we zitten net even weg. En de leider was vecht zich terug, maar dat heeft gewoon geen zin, Louis. Ik geef je gewoon gewonnen. En haal de auto naar binnen. Oftewel, rij hem gewoon uit. Nog 3 rondes te gaan in de wedstrijd. Daar hebben we dan Nicola Latifi. Hij is dit keer wel gezien. Mooi aan de buitenkant gepasseerd. En P16 is veroverd. Maar ik koop er geen brood voor. Ik wil eigenlijk gewoon een puntfinish pakken. Alleen dat is helaas niet gelukt. Jammer, je hebt gewoon van dit soort wedstrijden die gewoon niet goed gaan. En het seizoen is gewoon kort. We hebben 10 races gepakt. Gewoon om even, even wat tempo in de career mode te doen na de eerdere seizoenen. En in seizoen 2 gaan we gewoon, denk ik, 16 races of een volledig seizoen doen. Maar dat is gewoon even afzien. En afwachten. Russell hier nog niet gezien. Hier dan een betere exit hebben dan de Brit. Aan de buitenkant. Nee, dan hier naar de binnenkant kruisen. En dat lukt wel. P15. Ja, Russell rijdt ook gewoon op oudere, harde banden, hè. Wij rijden gewoon op een nieuw setje mediums, terwijl we de auto daar bijna kwijt waren op de curbstones. Dus ik snap nu wel dat die andere auto's gewoon langzaam zijn. Maar stel, hun rijden op een setje mediums, verse set, dan komen wij gewoon niet voorbij. Kijk maar naar Bahrein. Daar hadden we ook gewoon moeite met de pace, maar we pakten er wel een puntenfinish. Maar ik ben bang dat het hier niet gaat gebeuren. Grosjean is de volgende. Nou, we moeten nog even... kijken, wat ik dus zie hier, Grosjean gooit zijn overtakeknop aan, rijdt wat van ons weg. Maar wij hebben hier DRS van Grosjean. Ah, mooi. Mooi gedaan. Alhoewel, Grosjean is hier nog niet gezien. Ah, P14. Goed gedaan. Daar zitten dan mijn Kimi Raikkonen in ronde nummer 27. Hij is hier gewoon kansloos. Alhoewel. Hij remt laat. Beetje wielbengen. P13 is van ons. Mooi. Dan is de volgende Antonio Giovinazzi. En die moeten we gaan passeren met nog 1 ronde te gaan in de wedstrijd. Want de laatste ronde loopt nu. This is your final lap. Final lap of the race. Giovinazzi rijdt wel wat weg van ons, hoor, dat zie ik. Gat is 16 ongeveer. We komen hier wel dichterbij bij hem in de bochten. Dat komt vanwege die downforce setup. Ah, Gio heeft nog niet zo snel gewonnen. 3 ronden nog fuel remaining, zegt Jeff. Groen is sector 1, goed om te zien. Gat is 16e naar Giovinazzi. En hij heeft, jezus... Hij heeft hier gewoon een betere exit. Maar 12 ronden oude harde banden is niet zo oud, hoor. Dan moet het zometeen bij het DRS gedeelte gebeuren. Ik heb gewoon even de volledige laatste ronde hier gewoon eigenlijk erin gepakt. Om gewoon de strijd met jullie te delen. Gat naar Giovinazzi is 14e. Dat moet gewoon hier nu gebeuren. Maar we moeten even inhouden, want Giovinazzi rijdt hier gewoon langzaam. En is het hier al gebeurd? Nee. Ja, dit keer wel. Daarnaast gezet, DRS beschikbaar gesteld, overtekenop aangezet. Lewis Hamilton pakt ook snel het racerondepunt. Hij wint ook de wedstrijd. 2-2 voor Lewis. En wij, met een bijzondere wedstrijd, toch nog naar P12. Jammer,
Ik had meer een puntenfinish gezien. Maar dit soort dingen kunnen gewoon gebeuren. En dan gaan ze opmaken voor de grote prijs van Nederland. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Yet another historic win under their belts. Well done to the team at Mercedes. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Nou, hier weer dan dus de uitslag. Lewis Hamilton wint de tweede wedstrijd van het seizoen. Goed gedaan van de Brit. Bottas na 2. Alexander Albon na 3. Geen driver of the day bekendgemaakt. Onszelf dus naar P12 met... Ja, naar die teleurstellende wedstrijd eigenlijk. P9 afgepakt, ja, van Vettel. Dus dat is jammer, met 2 punten. Hopelijk kunnen die in Zandvoort terugpakken, maar ik ben er bang voor. En hier hebben we Claire voor het interview na de wedstrijd. Gewoon een goed team hebben, zoals altijd. Als je geen goed team hebt, dan kan je ook niet vooruitkomen. Soms was ik gewoon iets te gretig. En soms lieten anderen mij geen ruimte. Oké, dankjewel Claire. Team Acclaim hier dus met Louis Delatras en mijzelf level 3. Dus mijzelf level 4, Louis. Level 5 het team. Het klimt steeds verder omhoog. Goed om te zien. Geen geld binnengekregen van een sponsor. Jammer. 100k wel verdiend. Totaal 2,16 miljoen. Oké. Nou, ik vind het gewoon goed. Ja, jammer van die spin. En jammer van die safety cars. En jammer van alles eigenlijk. Dat is het gewoon. Want we lagen gewoon op koers van een puntfinish. Maar dat is ons afgepakt door Louis Delatras en mijzelf. Jammer. Maar gewoon kop omhoog en door naar Zandvoort. Want seizoen 1 is gewoon kort. We gaan het gewoon even kort maken. En dan seizoen 2 komen er meer races. Maar omdat nu de career mode eigenlijk is, ja, verneukt, moeten we dus een korte seizoen maken. Nou, we zijn dus terug bij, ja, het gewone. Dit was het voor jullie mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal en meer wekelijkse afleveringen van F1 2020 My Team Grimm zien? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op alles aan, zodat jij geen enkele video van me mist. Reageer wat de bekende moet worden op deze video. Volg me even op de social media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving en in mijn banner. Dit was het journal mensen. Tot volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Gaan we verder in Zandvoort.